Ja, dan was de oorlog. Hij zou moeten terugkomen naar België voor zijn vaderlandse plichten te vervullen. Maar dan was er een mens die hem ook voor zijn zoek kon gebruiken. Het was een vooraanstaande. En die heeft hem dan geholpen dat hij mocht blijven. En dan heeft hij bij die mens blijven werken, die voor en na deed hij op de boerderij. En in de werkuren was hij ook, dus ze was dubbel. En ze zijn dan met tweeën terug naar Amerika getrokken. Ja, van Antwerpen, en dan moeten ze de buurt op weer. En dan moesten ze rood volgen en mijn moeder moest opzij gestoken. Ze verstonden er dan niet omdat hij opzij moest gaan, omdat hij eenmaal moest onderzocht worden. En dan wisten ze wat aan het was. En het was dan, het kwam uit, ze was zwanger. Ik ben Amerikaans van geboorte, dus ik heb mijn Amerikaanse papier. Die en dat dan zie je toch ook 6-7 jaar, toch dubbel meegepakt. Dan zijn we teruggekomen allemaal. Maar hij was op, het was gedaan, het was genoeg geweest. En hij zat zijn schoonstensige sport rechtuit gezet. En dan heeft hij een blok grond gekocht, een huis opgebouwd, een boogarden aangelegd en fruitteler geworden. Ah ja, maar ik moest dan beginnen in het pensionaat in Frans, want die non dat moest in het Frans zijn. Dat kost me slecht Engels en ik moest Frans leren en Belgisch. Ja, hij had veel vrienden, omdat hij zoveel kon vertellen. Nee. Hij zat er al tegen te vertellen over Amerika en over die beren en over die wilde beesten. En ja, op een keer wat hij een beer ontmoet, maar hij zal me wel eens wel een beetje bijgestapt hè. En hij stond erbij zitten en we stonden naar mijn korte kijken zitten. En we keken en we bleven staan. En ik draaide mij om en een ander draaide mij om voorbij. En ik hoorde dat zitten vertellen dat het om een duur zo zelf geliefd heeft.